ben Lolly Jane Blue, ik ben singer-songwriter. En je hebt zelf van de Woordhuis filmmaker. Ik ben met hem begonnen vorig jaar aan een videoclip voor onze single Worms. En onderweg is Geoffrey Krust erbij betrokken geraakt. Hij is kostuumontwerper. En ik ben nu met Tim Meijer, hij is muziekcomponist, een album aan het opnemen. Ja, we wilden een compleet beeld neerzetten. En ik ben zelf, mijn achtergrond is kunstacademie. Ik heb vrij kunst gedaan, tekenen. Dus beeld is voor mij is een heel belangrijk ding. En door middel van die videoclip wilden we gewoon een afding maken. En we hebben iedereen erbij betrokken die goed is in zijn ding. En ik kan zelf mooie jurkjes gaan maken, maar je kunt beter iemand erbij betrekken die dat als vak doet. Bovendien is samenwerken heel erg leuk. En je kunt met vier mensen kun je een fantastisch team opzetten. En dan maak je een compleet beeld. Ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die muziek maken en dat is heel erg leuk. Maar we willen echt een heel imperium opzetten, een heel Lolly Jane Blue wereld, sprookjeswereld. En daar hoort gewoon heel veel bij. Er hoort mooie kapsels bij, mooie jurken, mooie muziek. Dus ik werk ook samen nu met iemand die de liedjes echt helemaal afmaakt. Ik werk nu samen aan het album. En ja, de video's, die Sil die is gewoon ontzettend goed in video's. Dat ga ik ook zelf niet maken. Maar als ik een liedje maak, dan gaat het... Ik schrijf teksten en daar maak ik melodie op. En die teksten zijn meestal heel poëtisch en heb ik zelf wel een beeld bij. Het gaat heel erg over beeldtaal en poëzie. En terwijl je dat schrijft, krijg je zelf wel een soort beeld waar het over gaat. En voor de video moest het inderdaad wel duidelijk maken waar het dan over ging. En toen was het van, oké, volgens mij gaat het over het afwerpen van je pluimages en je uiterlijkheden. En het zoeken naar je roots, als het ware. Ja, het is wel een beetje een bombastische video geworden, inderdaad. Komt ook omdat vorig jaar maakten we nog heel ander soort muziek. Het was nog wat meer elektronisch, drum en bass. En we zijn er een jaar aan bezig geweest. En in dat jaar is ook heel veel veranderd. Waaronder de muziek, heel erg. En het is veel meer richting folklore gegaan. Wat simplistischer, dus we zijn heel blij met de video. Maar we denken niet dat een volgende video zo bombastisch zal worden. Het zal veel kleiner gehouden worden. Dit is eigenlijk... Ja, Sil heeft alles uit de kast getrokken waar hij goed in is. En het is ook echt heel erg mooi geworden, maar het is meer... Je zou van elke scène in de video zou eigenlijk een aparte clip kunnen maken. Maar het is niet echt een bewuste keuze geweest. We waren gewoon ontzettend enthousiast en wilden heel veel mooie dingen maken. En dat hebben we in 4 minuten gedaan. Ja, het album dat gaat er zeker aankomen. We zijn al lekker op weg. En het zijn ook absoluut, het zijn echt niet allemaal akoestische nummers. Er zit heel veel elektronica bij, maar het past wel veel meer in de sfeer.